Van Dijk. Het bekende recept richting McDonald. Koeman, kans en doelpunt. Onvoorstelbaar misverstand in de verdediging van Inter Milaan. En na 16 minuten spelen opent Erwin Koeman de score. Hier komt Jan van Dijk met het bekende recept FC Groningen. Richting McDonald. Die lijkt zich af te zetten in de rug van Banyi. En dan mist Colovati en schiet Koeman met rechts door de benen van Senga. 1-0. En dat is een opsteker van je welste. Altobelli de stoorzender. Dankzij Waalder Bos die goed voor zijn man, voor Sabato kroop. Nu Koeman. Dit is weer zo'n moment van FC Groningen. De kopbal van Jans. Die niet het geluk heeft. Die uitstekend inkwam op de strakke voorzet van Erwin Koeman. Ron Jans daar, maar hij raakt de bal niet vol. Keukens. Jans probeert te versnellen. En dan weer terug. Keukens. Van die kop legt hem goed klaar voor Rosien. De kans voor Rosien is een penalty. Jawel. Uitstekend. Jos Rosien het strafschopgebied ingegaan. En dan de gebruikelijke taferelen rond McKinley. Maar dit kan geen toeval zijn. De paas van Keukens. Van die uitstekend ziet dat Rosien kans heeft. Ludo Koek haalt de invaller neer. Die koude minuut in de wedstrijd is. En McKinley van heel dichtbij is onverbiddelijk. En nu de koude oorlog rond de strafschop. Wie nu Erwin Koeman gewisseld is, belast zich daarmee. Het lijkt van Tichelen te zijn. Dit is een moment wat bepalend kan zijn voor het bereiken van de tweede ronde. 1-0 is natuurlijk aardig. Maar 2-0, dat is een vorm van zekerheid. Grotere zekerheid althans. En de spelers van Inter blijven kletsen tegen McKinley. Van Tichelen is een koude kikker. En Senga stopt. McDonald is erbij. En Senga wordt gezoend door Bergomi. De jonge vervanger van Ivano Bordon. Terwijl u nog eens kijkt naar het moment van Tichelen. De reactie van Senga. De penalty was hard, maar niet zuiver. En dit kan Groningen de tweede ronde kosten. Bergomi gaat zowaar ook mee naar voren. En dat noopt McDonald tot mee verdedigen. Hetgeen vooralsnog niet baat. Banyi. Goed, Bergomi. Dit is de kans voor Inter. En Schellekens, die heel weinig te doen krijgt. Maar hier toont dat hij een doelman van klasse is. De beste kans in de wedstrijd voor Inter. Banyi die ziet dat vrije verdediger Bergomi in een goede schietpositie komt. Schellekens, stop, is van belang voor het verdere vervolg van FC Groningen. Van Tichelen, de ongelukkigste speler van Groningen, dat zeker. Hij zal zich dat moment in de 33e minuut nog vaak voor de geest halen. Jans. En toch waagt Van Tichelen weer iets. Hij neemt initiatief. Zou hij dan? McDonald besprongen door. En daar is Van die met de kans. En het is 2-0. Het is onvoorstelbaar. Van die Ahmed. Sinds enige dagen. Terwijl Senga staat te kijken. De meest populaire speler van Groningen. En Van Tichelen. Voor hem is het mooi. Hij staat aan de basis. Colovati legt de bal panklaar voor Van die. En die tikt 1 minuut voor tijd. Groningen op 2-0. En dat is eventjes heel wat lekkerder met die wedstrijd in Bari over 14 dagen.